Dag Didier, kan u ons wat meer vertellen over jullie bedrijf? U bent hier op de lochting VZ2 te Roeselare. Wij zijn een bedrijf sociale tewerkstelling met vier afdelingen. Een groendienst, een winkel, een pakkettensysteem en ook een landbouwafdeling. En binnen die landbouwafdeling werken wij met een 25-tal personeelsleden. Qua areaal hebben wij 2 hectare serre, waarin in de winter bladgewassen staan en zaken zoals koorrabi en peterselie. In de zomer staat het eerder leeg, maar er is ook 1/4 daarvan met tomaten beplant. Buiten hebben wij ongeveer 25 hectare vol veld, waarvan 16 hectare in groente teelt. De grootste deel daarvan is sprei, daarna pastinaak, spruiten en nog een aantal kleinere teelten. En hoe bent u ertoe gekomen om te composteren? Terwijl ik de opleiding biolandbouw deed bij Landwijzer, was er ook de opgang van zelf compost maken, dus boerderijcompost maken, die dan die geïntroduceerd werd in Vlaanderen door Compara, een bedrijf uit Nederland. En die had dus een heel coherent verhaal rond het gebruik van compost in samenhang met het bodemvoedselweb en hoe op die manier eigenlijk je grond weer gezond te maken. Nu, dat is een verhaal dat mij erg aangegrepen of verbeten heeft, omdat dat wel heel, heel mooi in elkaar zat. En daardoor heb ik eigenlijk de kans gekregen op mijn stagebedrijf om zelf compost te maken. Toen ben ik hier beland op de lochting VZ2. En dus door het feit dat we heel veel teelten hebben met organisch restafval, dus voor het prei, van 8 hectare prei komt er veel afval, heb ik eigenlijk van in het begin naar gestreefd om die afvalstroom via die composteringsmethode te verwerken. En zo hebben we elk jaar een investering bijgedaan om dat werk van langzaamaan gemakkelijker te maken. En om dan eigenlijk met die goede compost te gaan werken op de velden. Als je zelf compost maakt, weet je veel beter wat erin zit. Weet je welk proces dat het ondergaan heeft. En als je de compost koopt, ja, dan is dat toch altijd een ander verhaal. Dan moet je dat toch beter gaan bekijken wat dat je krijgt. Welke investeringen zijn er dan in de loop van de jaren gedaan voor het composteren? Nou, toen ik hier begon, dan was er natuurlijk geen infrastructuur voor dat gemakkelijk te doen verlopen. Dus daar reden we gewoon met een kar op en neer. En dan legden we het materiaal handmatig op een hoop. De eerste investering die we gedaan hebben, is dan zo'n oude mestwagen omgebouwd. Omgebouwd in de zin dat er een zijdelings afvoersysteem op werd gezet. Waardoor we dat gewoon al het materiaal in die kar deden. En wij telkens een laagje legden op een afstand van 50 meter. En zo bouwen we nu nog altijd die wachthopen. Lasagne gewijs op, telkens een laag. Je kunt dan ook goed stro en groen materiaal meteen gaan mengen. Dat is een heel belangrijke investering geweest, omdat je op die manier niet meer het gevoel hebt dat je nog een hoop speciaal moet gaan opzetten, omdat je die gewoon in de loop van de tijd opbouwt. Je hebt toch een preafval, je moet er toch ergens mee weg. Dus in plaats van op veld te voeren, rijden we gewoon elke dag met de kar. Rijden die kar leeg, de volgende dag vormen we die opnieuw, doen we wat stro bij. En dat voelt aan alsof er dus geen werk aan is. Met betrekking tot het keren, daar hebben we zelf nooit een investering voor gedaan. Daar gebruiken we een compostkeder van het boerenlandschap. Dat is een VZ2 in het Heuveland, die dus een aantal machines verhuurt aan boeren. En wij huren daar de keder van. Een paar jaar geleden hebben we door de wetgeving geïnvesteerd in het gieten van beton om op te composteren. Wat uiteraard een zeer dure investering is, waar ik me grote vragen bij stel of dat wel te verantwoorden is voor compostering op een boerderij zelf. En terwijl wij vroeger gewoon een dikke laag stro legden als eerste laag, we zijn er wel van overtuigd dat dat voldoende moest zijn om lek te gaan opvangen in de periode voorhand aan de compostering. Dus samen met het beton hebben we ook geïnvesteerd in 2 waterreservoirs, dus omdat afspoelend vocht en uitlekkend vocht op te vangen, wat ook weer een dure investering is. Dat is een normale manier van werken op een preibedrijf. Met betrekking tot hun afval van de preibladeren is dat zij al lang op een hoop laten liggen, waardoor er dus ter plaatse zeer uitlek is. Dat is ook meestal niet op beton, dat is ergens achteraan in een weide of zo. Ofwel voeren ze om de week een kar preiafval op het veld en dat is dan hoopje na hoopje na hoopje op het veld. Gedurende de winter, en dat ligt daar heel de winter ook rustig te lekken, zonder beton of stro eronder. Terwijl wij op beton werken en om de elke dag preiafval uitvoeren, en dus wij hebben daar dus eigenlijk geen lek niet meer.
Dus ik zie dat als een kans. Hè. Als je minder lek wilt hebben, moet je eigenlijk zorgen dat die prei verwerkt wordt in compost. En dat de nutriënten gebonden worden. En niet dat hij op het veld gewoon ligt uit te logen tot in maart, april, dat je veld kunt bewerken. Stimuleert de wetgeving compostering op de een of de andere manier? Ik heb niet de indruk dat er een actieve stimulering is. En zijn er anderzijds knelpunten die je ervaart in de wetgeving? Er zijn twee knelpunten die ik kan aanbrengen. Dus als je goed wil composteren, dan heb je voldoende koolstof nodig. En daar gaan de meeste bedrijven al in de problemen zitten, want dan haal je uit stro en snippers. Maar snippers zijn op de meeste bedrijven niet aanwezig. Dus zijn ze aanwezig op externe aanvoer van snippers. En vervallen ze automatisch aan alle zware vergunningseisen die je moet dan voldoen als een gewoon composteringsbedrijf. Dus dat vaart dan nog een aantal extra investeringen bovenop de beton, die eigenlijk helemaal niet meer te verantwoorden zijn voor een gewoon bedrijf. Langs de andere kant, als je een akkerbouwbedrijf bent en je wilt een stuk van je dierlijke mest, intrekken, als je die gewoon intrekt en spreidt op een veld, is dat geen probleem. Als je zegt, ik ga mest als onderdeel gebruiken van mijn compostering, dan verval je ook weer in vergunningsbeleid en zwaardere voorwaarden, wat dus totaal niet logisch is. Als je de mest gewoon kan spreiden, is het geen probleem. Als je daar 20% in een compost ook wil steken, met ander materiaal om te verwerken, dan is dat, ja, dat wordt dat moeilijker voor de wetgeving. Dus dat is toch een zeer duidelijk knelpunt. En als die knelpunten er niet zouden zijn, wat zou er voor u dan anders zijn? Aansluitend bij het vorige, met betrekking tot houtsnippers, zou het voor mij veel makkelijker zijn dan om bij tuinaannemers die hier in de streek werken, om bij hen houtsnippers te vragen en dan te zien wat voor kwaliteit dat is, maar die dan toch te gebruiken als dat voldoende is voor mij. We hebben ook zelf een groendienst, dus in principe mogen wij het takkenmateriaal dat zij gebruiken, mogen wij in feite niet hakselen en gebruiken in onze eigen compost. En terwijl hebben we die zelf wel eigenlijk gaan ophalen. Maar betrekking tot dierlijke mest, dan zou het voor mij ook mogelijk zijn om dierlijke mest als eigenlijk warmtebron te gebruiken in compost, terwijl ik nu gewoon de dierlijke mest laat aanvoeren en laat spreiden op de velden onmiddellijk. Wat zou het beleid nog kunnen doen om meer telers ertoe aan te zetten om te composteren? Ik denk dat er voornamelijk nog veel aandacht moet besteed worden aan verder onderzoek rond compostering en het gebruik van compost in bodems. En er is daar nu al veel over gaande, maar ik denk dat er nog zeer veel onderwerpen zijn, zeker in het een type boerderijcompost à la Compara, die het in de jaren 2000 invoerde in België. En van daaruit kan dan dat de bewustwording naar landbouwers toegewerkt worden echt wat belangrijk is en iets kan opbrengen voor hen om organische stof in de bodem te werken. Compost en compost is twee. Hè. Als je 10 soorten compost hebt, zijn dat 10 verschillende soorten compost. Dus het is niet allemaal om het even. Bedankt voor dit gesprek.